zo net hebben jullie kunnen zien bij mijn gemonteerde video eigenlijk. Van mijn setup natuurlijk. En ik hoop dat jullie hem eigenlijk dope vonden. Zoals dat eigenlijk een kleine stukje stond van ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even weten wat jullie van mijn setup vonden in de comments. Jongens, laat het sowieso even weten. Dan ben ik echt benieuwd naar jullie reacties natuurlijk. Van wat jullie van mijn setup vinden eigenlijk. Gewoon jongens, je ziet het goed. 3 beeldschermpjes voor mij. Waar ik elke dag lekker achter kan zitten om mooie video's en livestreams te maken voor jullie natuurlijk. En natuurlijk ook de LED-verlichting, gewoon om eventjes een beetje de sfeer in deze kamer te krijgen natuurlijk. Maar jongens, ik ben hier ontzettend blij met mijn setup, want het werd ook wel op zich wel vaak gevraagd natuurlijk. In mijn livestream van laat een keer een setup video of zo. En op school zeggen ze wel eens een keer, jong gozer, maak eens even een setup video, want we zijn allemaal benieuwd wat nou eigenlijk jouw setup is. Dus nou jongens, hier staat het, mijn setup. Ik laat het nou ook bij deze zien. Voor 2018, misschien 2019 ga ik nog, weet ik niet. Maar misschien dan nog een keer een monitor stand, weet je wel. Dat deze pootjes hier ook eigenlijk niet meer hoeven. En dan heb ik daar nog meer ruimte. Maar het zijn allemaal plannen voor de toekomst natuurlijk. Dus ja, dat weet ik nog allemaal niet. Of dat ik dat ga halen, yes or no. Maar ja, we zullen het allemaal wel zien. Dus ja, dit is mijn setup video. Ik zal het even van dichtbij laten zien wat jullie net ook al natuurlijk al hadden gezien. Maar ja, mijn mooie toetsenbord van Cooler Master natuurlijk. Ik zal ook eventjes de merken erbij vertellen. Gewoon Philips dingetjes. Philips dingetjes. Ja, gast. Het zijn gewoon, hoe heet dat? Beeldschermen, monitoren van Philips. En ja, daar heb ik er gewoon allemaal 3 van. En ja, dat is het. Ja, ik weet niet hoeveel inch het zijn. Maar sorry daarvoor. Ik kan jullie daar helaas niet mee helpen. Maar ja, we hadden mijn rode NT USB microfoon. Ja, ja. Die heb ik hier met een ja, met deze microfoonarm die ik al een keer heb geunboxed. Dus ik zal dat linkje of in de video aan het einde, weet je wel, dan zet ik wat video's hier in het beeldscherm hier zo wobbel daar. Dan zal ik deze eventjes linken van deze unboxing. En ja, dus daar zit mijn mooie microfoon aan en hier ben ik ontzettend blij mee natuurlijk. Want de mooie kwaliteit met de livestreams en zo. Je kan hem ook hier op je bureau laten, maar vind ik niet zo fijn. Dit is wat chiller. En wat ik niet heb laten zien natuurlijk, maar wat er wel op mijn, bureau is mijn PS4 jongens. En trouwens, en dit mooie apparaatje voor het geluid, van het grote geluid, want ik zag hard en zacht. En wat ik met mijn vrienden hoor hier, omdat ik mijn vrienden even iets zachter kan zetten. Of gewoon alleen maar ze kunnen horen zonder te gamen. Zonder te gamen en zo. Dus ja, handig apparaatje natuurlijk. Maar ja, ik moet dus mijn PS4 staan. Dus voor de mensen die dachten van, die net pas zijn geabonneerd. Dus sowieso dope jongens dat jullie zijn geabonneerd. Die net zijn geabonneerd, die zien alleen maar Fortnite video's, weet je wel. Dus gewoon op mijn computer daar. Trouwens, dat kastje hoort er niet op, maar dat heb ik erop gezet, want dat is handig. Want mijn computer die heeft geen SSD. Maar voor de mensen die niet wisten dat ik een PS4 had, in ieder geval, laat ik hem toch even zien dat ik een PS4 heb. En ook nog wel regelmatig nog wel op speel, alleen opname, dat doe ik nog niet echt. Of doe ik niet echt meer erop, want ja, Fortnite is namelijk, dames en heren, gewoon even de game om up te loaden natuurlijk. En ja, hier staat mijn horloge. Ik heb zo'n horloge, weet je wel, die, ja, zo'n horloge, ja, weet ik, een digitale horloge, laat ik het zo zeggen. Die kan je hierop opladen natuurlijk. Doe ik even elke avond, dan is die elke dag 100%. Ik kan er trouwens 3 dagen mee doen op 1 batterij, dus dat is hartstikke chill. Hij is nu op, oh, stel even scherp, 10%? Ja, is 10%. Wij zitten net voor, helaas. Maar ja, dit ding heb ik gewoon lekker bij Action gekocht, dit stukje. Ja, het moet toch, hè? Ja, moet niet, maar is wel handig, dat stukje. En gewoon mijn PC die ik zelf samen heb gesteld. Jongens, helaas, ik kan de specs niet even in de beschrijving zetten. Of het komt nog wel een keer. Of jullie kijken deze video al lang. Nee, laat maar zitten. Ik weet niet of ik de specs erin knal. Maar misschien wel, misschien niet. Ik denk het niet. Dus verwacht niet in de reacties de specs van deze PC. Ik heb hem wel zelf gebouwd eigenlijk. Voor te editen en een beetje te gamen. Dus ja, een beetje een gaming PC is het eigenlijk wel. Dus een mooie ladekasten van, ja, van Ikea. Hè? Zo'n mooie. En dan deze. Hoe heet dat nou? Plaat. Hoe heet dat nou? Ik weet niet hoe. Dit in ieder geval. Mijn. Ja, dat.
ligt er bovenop. En ik heb 2 van die kasten gehad. Vond ik wel mooi. En genoeg opruimdingen voor mij natuurlijk. Dus ja jongens. Oh wacht. Ik wil eigenlijk mezelf laten zien. Maar hier staan nog mijn horloge. Wat plantjes. Vond ik wel leuk. Mijn zonnebril. Dit is trouwens wel de camera waar ik mee opneem als ik op de PS4 zit. Niet met deze. Dat is alleen voor de livestream. Deze heb ik voor de speciale normale video's. Dus eigenlijk meer voor de livestream. En dit is echt gewoon voor de video's. Dus ja, ik heb een aparte camera voor de video's. Hij moet nagaan. Beetje mijn petten, ook al zet ik niet heel vaak petten op. Maar als ik een keer een pet op doe, zet ik meestal deze op. En dit was mijn eerste pet die ik had. Eigenlijk van zulke petten, weet je wel. Normaal, ik had altijd van die truckerscaps. Maar ja, die heb ik nou niet. Trouwens, waarom hier Queen staat, ik weet niet, vond ik leuk. Hier staat een boxje. En hij zat trouwens ook lekker, dus vandaar dat ik die nam. Maar de boxje gewoon als ik een keer naar school ga of zo, dan kan ik wel meenemen, weet ik veel, als ik ergens naartoe ga. En ja jongens, dan is dit de setup helemaal. Met trouwens deze stoel trouwens. Sommige vrienden vragen zich af en mensen, waarom heb je dit kussentje bro? Kijk, als je dit kussentje wegdoet, kijk, ik weet niet of je het goed kan zien. Maar het is echt een racingstoel, dus hij loopt echt een beetje zo. Maar als ik rechtop wil zitten, dan heb ik daar geen leuning. En dan, als ik zo dit kussentje heb, dan heb ik wel leuning. Rugleuning eigenlijk. Dat is wat chill. En ja jongens, dit is mijn setup. Trouwens ook geen kabeltjes bijna. Of ja, gewoon, je ziet echt geen kabeltjes bijna. Daar heb ik ook op gelet. Dus jullie keken, ja? Oké, ja, dus kabeltjes. Nee, heb ik mooi weggewerkt. Dus dat is mijn setup jongens. Ik hoop dat jullie het dope vonden. En ja, een keer een aparte video alleen voor mijn setup. Ja, nou mooi. Dus jongens, ik zeg tot de volgende keer bij een volgende livestream of video. Een van die 3, 2 bedoel ik. Dus ik heb dat nog niet 3 of zo. Laat maar zitten. Jongens, tot de volgende keer bij de volgende video. Laters!